Na een hele dag zoeken zijn het meisje en haar 26-jarige begeleidster Sanne nog steeds niet gevonden. Gisteren is er door de politie op verzoek van de familie een Amber Alert uitgegeven. Een grote zoekactie volgde waarbij onder meer een sonarboot werd ingezet in de zoektocht naar de twee. De familie van Hepe bracht gisteren een statement uit waarin ze zeggen dat ze hopen dat het stel het tweetal snel wordt teruggevonden. De familie is dankbaar voor alle steun. Steun die er ook komt van de vele mensen die meezoeken. Zo ook deze dag weer een verslaggever van Omroep Brabant, Eva de Schipper, die is op de plek waar gezocht wordt. Die heeft nu even een rustig plekje voor de Skype opgezocht, zie ik, geloof ik. Waar ben jij nu op dit moment, Eva? Goedemorgen. Hi, goedemorgen. Ik ben momenteel nog thuis, want op dit moment is er nog tijdelijk gestaakt met zoeken. Maar zodra het natuurlijk licht is, start die zoekactie weer. Dus we zijn nog heel even in afwachting van de signalen van onder andere de politie. En waar exact zal er gezocht gaan worden? Ja, eigenlijk in dezelfde omgeving als gisteren. Dus dat moet je denken aan de regio Waspik. Want die Kia Picanto, die zwarte Kia Picanto, die is voor het laatst gezien op de A59 ter hoogte van Waspik. Dus dat is ook het gebied waar vandaag de politie gaat zoeken. Ook met hulp van het veteranen search team. Zij waren gisteren ook al met ruim 120 man paraat. En dat is echt een team wat ook, het gaat dus inderdaad om wat de naam al zegt, om veteranen die ook gespecialiseerd zijn in bijvoorbeeld het werken met drones, met onderwaterdrones, die ook weten hoe het is om in linie te zoeken. En dat doen ze dan samen met de politie. Maar ja, je kunt je voorstellen dat gisteren zijn ze al de hele dag bezig geweest, tot 's avonds laat, tot 11:00. Maar er is tot nu toe nog heel weinig gevonden. Er zijn nog weinig aanwijzingen. Dus zowel de familie als voor de politie is dat natuurlijk heel erg lastig. Ja, je zegt al, er is tot laat in de avond doorgezocht. Heeft dat nog nieuwe ontwikkelingen opgeleverd? Ja, er was aan het eind van de middag, gistermiddag, was er heel even het nieuws dat er een oliespoor op het water bij Waspik was aangetroffen. Toen kwam even het signaal vanuit de politie dat er mogelijk een auto was gevonden. Dit nieuws hebben ze later ingetrokken. Er is uiteindelijk niks aangetroffen, dus ja, vandaag beginnen ze eigenlijk gewoon weer, ik wil niet zeggen van vooraf aan natuurlijk, maar ja, zetten ze het gewoon voort. En is het afwachten hoe dat gaat aflopen. Ja, en weet je al hoe dat er vandaag gaat uitzien? Komt er meer hulp vanuit andere hoeken bijvoorbeeld? Ja, dat durf ik nog niet te zeggen. Dat hangt er heel even vanaf hoe het gaat verlopen, de zoektocht. Ik weet in ieder geval dat de politie aan de slag gaat. Het veteranen search team heeft aangegeven, wij gaan gewoon onverminderd door. Zolang er niets gevonden is, gaan wij door. Je kunt je voorstellen dat er mogelijk meer vrijwilligers zich gaan melden en nog andere zoekteams, bijvoorbeeld met drones of met andere specialisaties. Nou, dankjewel voor je toelichting. Als jij later deze ochtend daar nog bent, dan spreken we jou graag nog een keer. Eva de Schipper, Omroep Brabant. Ja. Dit is zo'n zaak die veel mensen toch aangrijpt, hè? Ja. Hebben jullie dat ook? Ja, nachtmerrie van iedere ouder, denk ik. Ja. Is dat inderdaad waarom het zoveel losmaakt, denk ik? Ik denk het. En ook de stomme verbazing dat een auto zomaar kan verdwijnen. Ja. Geen idee, hoe kan dit nou gebeuren? Ja, nee, dat is ook bizar. Ja, nou, misschien later deze uitzending dus nog meer. Dan